Goedemorgen kinderen, goedemorgen juffen en meesters. Hier is meester Jochem weer met vandaag de tweede verkiezingsspecial van online gastles. En we gaan een gastles volgen van Otto Ter Haar van in dit geval De Groene. En jullie krijgen weer de kans om alle vragen in de chat te gooien. En dan zal Otto die tijdens zijn gastles beantwoorden. En ja, anders stel ik ze gewoon als je ze niet bijhoudt. Dus we gaan hem even goed aan de tand voelen. Waarom eigenlijk wij met z'n allen mogelijk op De Groene zouden mogen of misschien wel moeten stemmen. Otto Ter Haar, bent u er klaar voor? Ja hoor, dankjewel. Dan gaan we nu naar Otto Ter Haar, vanuit welke plaats, waar zit u? Ik woon in Utrecht en daar zit ik nu ook, ja. Heel goed, het woord is aan u. Nou, fijn dat jullie me uitgenodigd hebben om hier te spreken. Ik heb wat voorbereid, wat ik op basis van die opbouw. Ik zal dat nu ook maar even gebruiken. Ik heb natuurkunde en sterrenkunde gestudeerd en ik ben wiskundeleraar geweest en later Microsoft trainer. Ik gaf toen trainingen over Windows. Ik ben nu lijsttrekker van De Groene. Dat betekent dat als er De Groene voldoende stemmen krijgen, dan zal ik waarschijnlijk degene zijn die als eerste gekozen wordt. Ja, dat is mijn inleiding over mezelf. Ik wou eigenlijk nu wel graag maar over de inhoud beginnen, want we hebben niet zoveel tijd. Maar als er vragen zijn, dan zal ik daar even naar kijken. Goedemorgen namens alle kinderen van de Kleine Beer. De Bellefleur. Ik wil eerst wat vertellen, dat was ook gevraagd over ja, wat verkiezingen eigenlijk zijn. En wat, ik ben kandidaat voor de Tweede Kamer. Nou, wat is dat, de Tweede Kamer? Dat zijn 150 Nederlanders die gekozen zijn door alle andere Nederlanders van 18 jaar en ouder. En die maken de wetten van Nederland. En ze controleren de regering die het land bestuurt. Nou, wat voor wetten maken die Tweede Kamerleden? Ze maken bijvoorbeeld de verkeersregels. Hoe je wat de borden betekenen, dat je rechts moet houden en je hand uitsteken en zulke soort zaken. En ze beslissen bijvoorbeeld ook hoe lang kinderen naar school moeten en wat ze daar moeten leren. Dus die wetten, dat is heel belangrijk voor een land. Daar kunnen alle Nederlanders kunnen daarvoor kandideren, maar het is vaak de mensen die ongeveer dezelfde ideeën hebben en in de Tweede Kamer gekozen willen worden, die maken vaak verenigingen met elkaar op grond van op basis van gelijke opvattingen. En zo'n vereniging noem je een politieke partij. En dan bij die verkiezingen zit ik bij de studiepartij De Groene. En dat is, die bestaat al sinds 1983, dus de hele tijd. Is een milieupartij. En we willen nu graag in de Tweede Kamer komen. Zijn er vragen op dit moment? Dat komt anders lastig. Waarom heet de partij De Groene? Ah, dat is een leuke vraag, dankjewel. Dat is de. De Groene is een soort naam. Je spreekt ook wel over groene politiek. Hoe dat ooit gekomen is. Toen ik zelf studeerde, had je in Duitsland al die Groenen, de Duitse Groenen. Daarvoor had je ecologische partij. Toen was de naam De Groene nog niet zo in zwang gekomen. In Duitsland is echt wel een van de eerste partijen die zichzelf De Groene noemde. In Zwitserland was het ook zo. En dat waren partijen die het milieu een belangrijk onderwerp vinden waar de politiek aandacht aan moest geven. En omdat groen toch een beetje geassocieerd wordt met gras en met bomen, en leek hen dat een juiste manier om zich mee te presenteren. En die naam heeft dus navolging gevonden. En in andere landen waar ook gelijksoortige partijen zijn opgericht, die deden dat na en kozen dan, omdat succesvolle partijen in andere landen, de milieupartijen die naam hadden gekozen, kozen zij ook de naam De Groene. En
Dus het is een beetje een idee van een paar partijen die daar succes mee hadden en die dat associeerden met het milieu. En andere partijen die zijn dat na gaan doen. Wat is een milieupartij? Een milieupartij is een partij die, het belangrijk vindt dat de natuur en de leefomgeving dat die beschermd wordt. En dat je daar rekening mee houdt bij het maken van plannen in voor bijvoorbeeld de economie. De economie en het milieu, dat zijn vaak concurrenten van elkaar. Een bekend voorbeeld daarvan is een Nederlands bedrijf, dat heet Shell. Die verkoopt benzine en gas. Maar dat is een groot probleem geworden. Aan de ene kant wordt er heel veel geld mee verdiend. Dus zijn er wel 100.000 mensen, niet allemaal in Nederland, maar over de hele wereld, die bij Shell hun brood verdienen en interessant werk doen. Maar aan de andere kant is al die benzine en olie die wordt verbrand, die bij die verbranding gaat een machine van draaien, dat is wat je graag wil, maar er wordt ook koolzuurgas ontstaat er bij de verbranding van gas en olie. Dat is nou eenmaal inherent aan verbranding, anders kun je die energie niet vrijkrijgen. Maar dat koolzuurgas is eigenlijk een afvalstof van de verbranding. En dat is een gas en die komt, die stijgt op in de lucht en komt in de atmosfeer. Daar zijn ze in de 19e eeuw mee begonnen. Toen zijn er de stoommachines begonnen en zijn treinen gaan rijden. Die treinen die werden met kolen gestookt, dus om energie te krijgen om die trein te laten rijden. Nou, al die dat koolzuurgas wat daar als afvalstof bij gecreëerd werd, geschapen werd, dat ging in de lucht en daar vond niemand erg, want daar had je geen last van. Pas 100 jaar later hebben we daar last van gekregen. En dat komt omdat die gebruik van fossiele brandstoffen, zoals dat heet, steenkool en olie, dat heeft een enorme vlucht gedaan. Vroeger was het alleen de rijke mensen die in de trein konden rijden en een auto was tot na de Tweede Wereldoorlog, zo 70 jaar geleden, alleen voor rijke mensen te doen. Maar nu heeft, er zijn in Nederland 7 miljoen auto's of iets dergelijks. Bijna iedereen heeft er één, of soms wel twee. Mag ik vragen, want ik zie ook de vraag binnenkomen, wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering? Wat zijn de gevolgen van de effecten dat meer mensen met auto's zijn gaan rijden en dergelijke? En wat zou dan de oplossing daarvoor kunnen zijn vanuit jullie? Ja, nou de gevolgen die zijn dat de atmosfeer van de aarde die warmt op. Hij is nu gemiddeld over de hele wereld 1,2 graden meer dan 150 jaar geleden. Denk dat is mooi, dat is lekker warm. Maar dat heeft allerlei gevolgen voor het weer bijvoorbeeld. We hebben nu meer, ook al in Nederland, meer extreme in het weer. We hebben hier, krijgen hier hittegolven die we 30 jaar geleden nog niet hadden. Een paar jaar geleden was het meer dan 41 graden in Nederland. Daar kunnen mensen in Nederland, vooral de oudere mensen, kunnen daar niet tegen. Dat leidt tot meer mensen die overlijden. Dit is een voorbeeld, maar ook de orkanen. Dat hebben we dan gelukkig nog niet in Nederland. Maar het begint al te komen. Op de Atlantische Oceaan zijn er in Ierland al orkanen gekomen. Dat is ook een effect van die opwarming van de aarde. Dat de energie van die tropische stormen en orkanen, dat daar meer energie in komt te zitten. Dus dat daar een grotere rampen ontstaan als die in Amerika of in de Filipijnen aan land komen. Dat is het weer. Daarnaast leidt het ook tot verdroging.
Dat is een probleem in de Amazone. Daar zijn regenwouden. En die door de hogere temperatuur heb je meer verdamping. En dat wordt gecompenseerd door meer regen, omdat dat veel onregelmatiger is, die regen, dan die verdamping die steeds maar doorgaat in het Amazonewoud. Daarom verdrogen die bossen, die tropische regenwoud, en het risico is nou dat die bomen gaan sterven en dat er een savannelandschap wordt. Nu komen we, dat zijn effecten die je dus nu al kunt meten. Het weer wordt extremer. Er komt meer verdroging en het wordt überhaupt over de hele wereld wordt het warmer. Vervolgens zijn er effecten waar je van denkt, wat doet dat toe? Maar die opwarming nog erger maken dan dat al is. Dat komt één. Mag ik even inbreken? Want er komen wat vragen binnen. Dat was eigenlijk ook zo, waarom zouden mensen, en dat we dit gevraag, de specifieke vraag, waarom zouden de mensen op de groene daarvoor moeten stemmen? Ja, goed, ik zal snel zijn. Wij willen de verkoop van koolstofhoudende brandstoffen, en dat zijn vooral fossiele brandstoffen, maar ook biomassa, dat willen wij verbieden. Wij denken dat dat noodzakelijk is om om op de lange termijn überhaupt in Nederland te kunnen blijven leven. De voorspellingen van klimaatwetenschappers zijn, ik was daar nog mee bezig met dat verhaal, wat zijn die gevolgen van die opwarming? Dat de poolkappen die smelten, daardoor wordt er minder zonlicht teruggekaatst en daardoor neemt opwarmen nog extra toe. Omdat die regenwouden in de problemen komen, sterven er bos af en wordt het een savanne. Daarom wordt er minder koolstof door die bomen, dat zijn eigenlijk onze redders, die bomen, wordt het opgenomen. En daardoor neemt dat broeikaseffect nog meer toe. Er zijn heel veel wetenschappers die hiermee bezighouden, die maken modellen. Zoals het er nu uitziet, als we doen zoals we nu doorgaan en niets veranderen, dan is dat het eind van de eeuw, hebben we een opwarming van 4,5 graden. Dat is een ramp die je niet voor kunt stellen. Dat betekent dat er hier ook in Nederland het een soort woestijn wordt en we naar de polen moeten vluchten, omdat het daar de enige plek is waar je het nog een beetje uit kunt houden. Dat probleem wordt nog te weinig onderkend door de politici die er nu zijn en de andere partijen die zich kandidaat stellen. Vandaar dat wij zijn de enige met denk ik de noodzakelijke keuze. Je moet onmiddellijk stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen of met biomassa om de risico op een catastrofe te verkleinen. Dat is even de. Is dat de antwoord op de vraag? Jochem? Ik denk dat dat voor een groot deel antwoord op de vraag is. Jullie zijn vrij extreem daarin, dus gewoon het verbieden van de verkoop van fossiele brandstoffen. Inderdaad. Oké. Andere vraag die ik binnen zie komen. Nou goed, wat doen jullie als partij is daar natuurlijk voor een deel al het antwoord op. Maar ook er wordt gevraagd van wat is jullie mening over het halveren van de veestapel? Dat wordt natuurlijk enkele politieke partijen geroepen. Hoe heel goed. Dus ik zag hem als het staan en het is een fijne vraag, want we hebben nog een ingrijpende maatregel. We willen ook de koop en verkoop van dieren verbieden. Maar denk je, waar is dat nou weer voor nodig? Maar het speelt wel degelijk een rol. Het heeft ook met klimaat te maken. Het punt is namelijk, we hebben heel veel koeien en varkens in Nederland en die moeten allemaal eten. En die worden gevoed door krachtvoer, dat is eiwitrijk voedsel, sojabonen. En die worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika. En daar verdienen boeren in Zuid-Amerika en Brazilië veel geld mee. Dus ze hakken met liefde heel veel bomen om daar vervolgens soja te planten en dat naar Nederland te exporteren. Ja, dat is een van de factoren die dat regenwoud onder druk zet. Daarnaast is veeteelt ook als zodanig een
hoe heet dat, een bron van broeikasgassen. Dat kun je niet voorstellen, maar de koeien in Nederland, maar ook over de hele wereld, die scheiden gassen uit. Mensen doen dat trouwens ook hoor. Iedereen die uitademt, die stoot CO2 uit. Maar een koe die is natuurlijk 5 keer zwaarder of 10 keer zwaarder dan een mens. Dus dat gaat het allemaal wat sneller. Om die reden, we moeten overstappen naar een plantaardig dieet. En daarmee kunnen we ons beter redden dan met vlees eten, wat gewoon de aarde te veel belast. Onze strijdkreet, om zo te zeggen, onze titel van ons partijprogramma is aanpassen aan de draagkracht van de aarde. En elke dag vlees eten, dat trekt de aarde niet. Dus we moeten stoppen met die veestapel. Rigoureus stoppen, niet halveren, gewoon nee. Stoppen. Ja, inderdaad. Ja. Oké. Wat willen, dat is de vraag vanaf de dolfijn, die lees ik dan maar even voor. Wat willen jullie nog meer bereiken naast het verbeteren van het milieu? We hebben ook al, dat hebben we al langer in het programma, we willen een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Nederlanders. Ja, dat is ook door andere partijen ook al overgenomen, zo langzamerhand. Dus dat, maar het is er nog niet. We denken wel dat dat een goede sociaal-economische verbetering zou zijn. Dan is iedereen verzekerd van een minimuminkomen. En goed, dat willen wij in ieder geval bereiken. En we zien daar ook wat steun in bij andere partijen hoor. Dus misschien komt dat er wel een keer van. Dat van die, even ter verduidelijking, basisinkomen, dat staat al 10 jaar, al meer dan 10 jaar in ons programma, zeker. Maar dit van die koolstof en die dieren, dat staat er nog maar sinds 2 januari in ons programma. Dit is echt omdat er ook het inzicht veranderd is in dat het misgaat met ons klimaat. 7 jaar geleden dachten we dat de ijsmassa's in Groenland, dat er 3 mm per jaar stijging van de zeespiegel per jaar op zou leveren. En dat is nu 1,5 centimeter. Het is schromelijk overschat, ook door de klimaatwetenschappers. Dus we zitten echt in een crisissituatie. Ja. Dat wordt ook erkend door de Verenigde Naties en door de wetenschappers. Dus een crisissituatie vraagt in dit geval om hele vergaande, keiharde maatregelen. Waar het gaat over het verbieden van fossiele brandstoffen. En eigenlijk het gewoon stoppen met het eten en daarmee dus ook het produceren van vlees. Inderdaad, ja. Nou, dat is heel duidelijk. Wat ik mij even persoonlijk afvroeg, ik keek even op de verschillende stemwijzen of de lijsten. Ik woon in Midden-Nederland. Ik kan niet op uw partij stemmen. Hoe werkt dat? Ja, dat, zo werkt dat, omdat het is wettelijk zo geregeld. We hebben in Nederland 19 kieskringen. En we moesten voor elke kieskring 30 ondersteuningen krijgen. En in de provincie Utrecht is ons dat niet gelukt. We hadden er maar een stuk of 16. En dan kom je niet op de lijst. Daar is gelukkig wel een uitweg voor. Ik zelf woon in Utrecht, zoals u weet. En, maar ik heb een kiezerspas aangevraagd en gekregen van de gemeente Utrecht. En ik ga nu op 17 maart ga ik met de trein naar Amsterdam en breng ik daar mijn stem uit op de Groenen. Hoe kunt u, want dat is natuurlijk best wel bijzonder dat als mensen dat zouden willen, dat ze dus eigenlijk heel ingewikkeld moeten gaan stemmen. Hoe gaat dat klopt, dat is heel vervelend, maar dat komt omdat we te weinig steun hadden om overal op het stembiljet te komen. Oké. En heeft u een idee waarom het zo is dat u te weinig steun heeft ontvangen? Sorry, weet u waarom dat komt? Ja, waarom u zo weinig steun heeft ontvangen, want u heeft best wel extreme gedachten over het redden van onze planeet. En er moeten toch meer mensen enthousiast voor worden, zou je zeggen. Ja, je hebt bijvoorbeeld Extinction Rebellion, dat komt dicht bij ons in de buurt, daar heb ik ook mee gesproken. De belangrijke reden was toch de coronacrisis. Ik heb natuurlijk met verkiezingen
ondersteuningsverklaringen moeten verwerven. Dat ging bij vorige verkiezingen ging dat veel beter. Maar nu gingen er gewoon veel minder mensen naar het stadskantoor, waar je dan mensen aanspreekt om, als ze nu toch bij het stadskantoor zijn, om een ondersteuning voor de groenten te geven. En dat maakt het veel moeilijker om die 30 te halen. Er kwam nauwelijks publiek naar het stadskantoor. Alleen voor huwelijken en paspoorten, zei een van de medewerkers tegen me. En dat, ja. Helder. Dus dat was een probleem. Ja. Dank voor deze eigenlijk een hele duidelijke uitleg. En ook duidelijk eigenlijk het bellen van de alarmklok. Van hoe belangrijk het is om echt in te grijpen op, in dit geval op onze aarde, op hoe we daarmee omgaan. Dank u wel daarvoor. Wij gaan schakelen. Wij gaan namelijk vast vooruitkijken naar waar we straks naartoe gaan. Zo dadelijk zullen jullie nog weer een les kunnen volgen. Of eigenlijk een interview. In dit geval met Johan Flemmings. Ja, hij is van de feestpartij. Compleet andere partij. Dat zal misschien een veel vrolijkere boodschap zijn. Dan wat we misschien nu net hebben gehoord over onze aarde. Maar dat is wel de keiharde realiteit. Dus voor nu, dankjewel en tot zo dadelijk bij Johan Flemmings. Groeten van Jochem. Hoi hoi. Dag Otto, dankjewel.